Apeldoornse geschiedenis herleefde zaterdag in Coda. Postzegelbeurs in teken van 200 jaar Koninkrijk. Betere structuur van wandel- en fietspaden in het Matenpark. Kinderen krijgen een speciale paleisreis op Paleis het Loo. Inwoners van Klarenbeek in actie voor behoud van de Nieuwe Zweep. Hoog Buurlo heeft het eerste wandelpad voor blinden. En houtopslagloods van het bedrijf Hout en Zo door brand verwoest. Op de Apeldoornse dag van de familiegeschiedenis werd er zaterdag aandacht besteed aan het ontstaan van Apeldoorn en de familiegeschiedenis. Henk Weltje hield een lezing over het ontstaan van Apeldoorn. Daarbij waren de sprengen en de watermolens van essentieel belang. Je moet je voorstellen dat rond 1860 ongeveer leefden hier misschien 11.000 of 12.000 mensen. En er waren 400 mensen werkzaam bij die molens. Mannen, vrouwen en kinderen toen nog. Maar daaromheen waren er ook allerlei andere mensen aan het werk. Want er moest materiaal aangevoerd worden. Er moesten zaden moesten verzameld worden. Koren moesten aangeleverd worden en geproduceerd. Er waren herbergen die hadden werk, omdat die arbeiders die hier tijdelijk kwamen, die moesten natuurlijk te eten, te drinken en te slapen krijgen. Dus er was een heleboel secundaire arbeidsmogelijkheden waren er ook nog bij. Eigenlijk is op die manier Apeldoorn ontstaan met zijn werkgelegenheid. En waardoor is nog meer werkgelegenheid ontstaan? Ja, je kunt het eigenlijk wel zeggen. Na die tijd hebben we natuurlijk wegen er bijvoorbeeld gekregen. Al van Gelder papierfabrieken. Dus, en van Houten en Palmen. Dat zijn allemaal behoorlijk grote industrieën geworden. En die hebben we allemaal te danken aan die tijd. Ja, eigenlijk aan het ontstaan van de beekjes. Ja. Je kunt zeggen dat er een aantal grote gebeurtenissen in Apeldoorn zijn geweest. Dat is de 80-jarige oorlog. Dat is er eentje geweest. Daar is heel veel gebeurd. We hebben het Paleis het Loo hebben we hier gehad. Dat is heel erg belangrijk geweest. En daarnaast hebben we de sprengen en de molens hebben we gehad. En die drie gebeurtenissen die denk ik zijn bepalend geweest voor Apeldoorn. Henk Weltje ontdekte ook een van de oudste en bekendste namen van Apeldoorn. Pannenkoek. Dat is toch wel de meest bekende. Ja. Want er was heel vroeger was er een schout. Een schout pannenkoek. Nou ja, dat was een machtig man hier. En ik geloof dat rond 1600 of zo wordt al genoemd. Ik geloof dat pannenkoek wel de oudste Apeldoornse naam is. Ja. Er was zelfs in het onderzoek wat ik gedaan heb, was er een van pannenkoek. Nou, dat klinkt wel heel erg adellijk, maar dat was het waarschijnlijk niet. Op de Apeldoornse dag van de geschiedenis konden geïnteresseerden hun stamboom natrekken of informatie daarover krijgen. Dat kon onder andere bij de geologische verenigingen Veluwse Geslachten en bij de NVG. Minnie van der Zanden, voorzitter van de vereniging Oud-Apeldoorn, gaf een lezing over haar bijzondere familiegeschiedenis. Mijn overgrootmoeder was de min van de koningin. En veel mensen zeggen een min, wat is dat dan? Nou, dat was een voedster. Vroeger namen koninklijke families en adellijke families, als ze een baby kregen, namen ze een min in dienst. Die moest de baby borstvoeding geven in dit geval. Mijn overgrootmoeder was zo'n vrouw. Zij heeft prinses Wilhelmina, later onze koningin Wilhelmina, ruim een jaar lang borstvoeding gegeven. En ze was helemaal intern bij de koninklijke familie. Zijn er nog meer verrassende elementen die u bent tegengekomen daar tijdens het familieonderzoek? Ja, wat zijn verrassende elementen? Heel veel kinderen van die min hebben bij Paleis het Loo gewerkt. En voor de rest was het eigenlijk een hele eenvoudige familie. Geen kapsones, je bent wie je bent, doe maar gewoon, doe gek genoeg. De vereniging Oud-Apeldoorn liet in Coda zien hoe de Apeldoornen vroeger woonden. De vereniging Oud-Apeldoorn heeft in deze ruimte echt getracht een oud-Hollandse huiskamer na te bootsen. Dus echt zo van direct na de oorlog. Je kunt het zien, alle attributen zijn aanwezig. De keuken is er. Maar ook de periode daarna, wat de meeste mensen van ons kennen, dat is de retro keuken van de 60-70 jaren. Met al het prachtige oranje. Ik zag een stukje sunlight zeep. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Ja, sunlight zeep en 1-2-3 zeep. Klokzeep, noem maar op. Petroleumstel. Een echte wekketel met een gaspitje eronder dan. En natuurlijk de wekflessen met stoofpeertjes en kapucijners, geloof ik, wat er staat. Ja, het is allemaal echt van vroeger.
Verder konden bezoekers leren kalligraferen en een kijkje nemen in het archiefdepot van CODA. Bij het vullen van de watertanken bij de noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is vermoedelijk het E. coli-bacterie vrijgekomen. De brandweer en Vitens waren zondagochtend in de weer om ruim 800 liter water in flessen naar het getroffen gebied te brengen. De noodopvang voor asielzoekers, waar ruim 400 mensen tijdelijk in tentenkampen wonen, heeft geen directe aansluiting op het waternet. Het mogelijke besmette water kan nog wel gebruikt worden voor douchen en het toilet, maar is niet geschikt om te drinken. Vitens heeft watermonsters genomen en onderzoekt of het bacterie daadwerkelijk in het water zit. Burgemeester John Berends heeft zondag een bezoek gebracht bij de getroffen asielzoekers. Volgens de burgemeester was de sfeer goed. In de Amerika-hal werd het afgelopen weekend voor de 16e keer de postzegelbeurs Postex gehouden. De beurs stond dit keer geheel in het teken van 200 jaar Koninkrijk. We hebben dus 200 jaar Koninkrijk, daar hangen ook een aantal verzamelingen van. En daarnaast wat aparte artikelen die daarop betrekking hebben. En ook een grote collectie die dus in Engeland gehangen heeft, hangt ook hier. Die ook met dat thema te maken heeft. 200 jaar postgeschiedenis Nederland uit die koninklijke periode. Wie denkt dat postzegels verzamelen voor oudere mensen is weggelegd, heeft het mis. Op de beurs waren ook veel jongeren te vinden. Een van hen was Thomas Mol. Zo, volgens mij ben jij de jongste verzamelaar die er vandaag bij is. Ik denk het wel. En hoe kom je aan deze hobby? Van mijn opa, want die heeft me een paar postzegels gegeven. En toen vond ik het leuk en toen begon ik het zelf te verzamelen. En hoe lang verzamel je het nu al? Ik denk anderhalf jaar. Anderhalf jaar. En hoe groot is je collectie nu? Ik heb tot nu toe 10 boeken vol. Zo, dat is behoorlijk wat. En heb je hier vandaag ook nog wat moois gezien? Ja, best veel. Vooral voetbal, treinen, boten en auto's. En heb je zelf ook nog iets gekocht? Van Voetbal International. Behalve verzamelen en kopen worden ook bijzondere postzegels geveild. Onlangs werd een Nederlandse postzegel uit 1867 van 25 cent voor een astronomisch bedrag geveild. We hebben afgelopen weekend een veiling gehad en dan kan ik niet anders zeggen dan dat een enorm succes is geweest. Met name de zeldzamere stukken, die hebben echt gretig aftrek gevonden. Het is onvoorstelbaar wat sommige dingen opgebracht hebben. Niet alleen in de veiling zoals ik die zelf heb georganiseerd afgelopen weekend, ook bij collega-veilingen. U zult het ongetwijfeld gehoord hebben dat er een zegel is verkocht. Een zegel van 25 cent uit 1867, die zelfs meer dan 100.000 euro opbracht. Nou, dat vind ik niet kinderachtig. En dat was ook zichtbaar in onze veiling afgelopen weekend. Zeldzame stukken, echt stukken die dus ook decennia lang niet aan de markt zijn geweest. Dan zie je toch dat de verzamelaar die dat in zijn collectie mist, nu moet toehappen. Want ja, de kans dat het de volgende 20, 30 jaar niet op de markt komt, is ook weer heel erg groot. Nou, dan kan ik alleen maar zeggen, er is geen gebrek aan geld. En mensen zijn bereid om serieus goed geld te betalen voor zeldzame stukken. Zelfs postzegels met onze eigen top-dj's zijn verkrijgbaar. Vooral de jeugd struint het internet af om aan deze postzegels te komen. Ook de postzegelbranche gaat, gedwongen of niet, met de tijd mee. Als je hier op deze beurs kijkt en je zegt, ja oké, het publiek ziet er wel een beetje oud en grijs uit, dan kan ik dat niet ontkennen, dat is allemaal waar. Wat helemaal niet wil zeggen dat de jeugd of de jeugdigen niet verzamelen. Die jeugd vindt zijn weg op internet. Ik wil er graag een voorbeeld geven dat er vorig jaar of twee jaar terug, dat wil ik even niet ontkennen, een velletje is uitgegeven door de post van de dj's in Nederland. Dat is natuurlijk bij jeugd een aansprekend onderwerp. En als je dan ziet op internet, op sites als eBay of Marktplaats of noem ze maar op, wat daar een vraag naar is, naar soortgelijke zegels met dj's of popzangers of dat soort zegels met dat thema, nou dat wordt mondiaal gevraagd. Ja, u zult ook ongetwijfeld weten dat de Nederlandse dj's zijn dj's van wereldfaam. Ja, dat wordt dus all over the world gevraagd. Nou, en in dat spoor gaan wij natuurlijk ook mee. Want wat wij verkopen, waar we vroeger een regionale of een landelijke functie hadden,
Nu kunnen we zeggen dat we een mondiaal bedrijf zijn. We hebben klanten all over the world. Deze veilingen zijn zegels verstuurd naar meer dan 80 landen. Ja, dat was vroeger ondenkbaar. En het geldt gewoon zo als je met je tijd meegaat. En ook voor de handelaren hier aanwezig die hun eigen site ook hebben. En hier eigenlijk alleen maar fysiek kennis maken met hun klanten. Ja, die doen hun zaken eigenlijk thuis. Ja, ook de ontwikkelingen in een veiling, als je met live bidding werkt, wat wij dus volgende keer ook gaan doen. Ja, dan bereik je mensen die in hun pyjama met de pantoffeltjes aan mee kunnen doen aan zo'n veiling. Ze hoeven niet fysiek in de zaal aanwezig te zijn. Nou, dat schept allemaal mogelijkheden. En ik denk als je met je tijd meegaat dat het helemaal nog niet zo slecht is. De organisatie van Postex 2015 was zeer tevreden over het verloop van de postzegelbeurs in de Amerikahal. Volgend jaar zijn we er weer op 14, 15 en 16 oktober. Is iedereen welkom. In het Matenpark van Apeldoorn wordt er hard gewerkt om alle fiets- en wandelpaden te vernieuwen. Het Matenpark telt vele paden waar tot nu toe over gelopen als over gefietst werd. Daar komt nu verandering in door paden met verschillende asfalt aan te leggen. Fietspaden krijgen zwart asfalt, op de wandelpaden met grindasfalt mag straks ook gefietst worden. En dan zijn er ook nog halve harde paden die vooral in de bosrijke gedeelten van het park liggen, waar alleen gewandeld mag worden. Deze aanpak was hard nodig. Een van de problemen in het park was altijd het scheiden tussen voetgangers en fietsers. Die gingen door elkaar heen. Daar hebben jullie ook wat aan gedaan? Ja, nou ja, kijk, in het ontwerp kan je natuurlijk niet alles sturen voor in de toekomst. Maar je probeert dat wel zo goed mogelijk te doen. En dat betekent dat we ook in overleg met de politie bijvoorbeeld en onze beheerorganisatie hebben we het park, je zou kunnen zeggen, eigenlijk als een zone ingericht voor voetgangers. En dat betekent, er komt het standaard blauwe bord, zeg maar, met het mannetje en het kindje bij de ingangen te staan. Want we hebben, even een zijstapje, we hebben in het begin eens geteld hoeveel borden er nu staan op de plekken waar het park binnenkomt. En daar kwamen we over de 100 borden heen. En we willen juist minder borden. Maar het was ook niet sluitend. De politie kon daar ook niet goed door handhaven. We hebben gezegd, nou, we stellen het hele park als zone voor een voetgangersgebied in. En met een onderbord, zoals dat dan heet, dat fietsers zijn toegestaan op de asfaltpaden. En dat geeft eigenlijk aan, het hoofdgebruik ligt bij de voetganger. De fietser is toegestaan. Ja, het is in feite wel een dubbel gebruik op de asfaltpaden. Hè. Modern woord zegt men ook wel shared space. Nou, dat gewoon het Nederlandse woord is daar. Maak er samen gebruik van en houd rekening met elkaar. De wandel- en fietspaden worden in 5 fases door het park aangelegd. De kosten voor het totale project liggen rond de €550.000. Wij krijgen deels financiering vanuit de provincie Gelderland. En dat geld van de provincie Gelderland zetten we met name in voor de hoofdstructuur. Dat is dus die zwarte asfaltbaan? Ja, het zwarte asfaltpad, ja. Waarmee verbinding wordt gemaakt tussen de verschillende parkdelen binnen Apeldoorn. Het resterende financiering komt vanuit het reguliere beheer- en onderhoud budget voor asfaltpaden. En kun je ook iets vertellen over de planning? De planning, de aannemer, die is een aantal weken geleden gestart met het werk. De aannemer die voert het heel geforceerd uit, zodat de mensen zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van het park. En ook op verschillende delen van het park gebruik kunnen maken. Het werk zal naar verwachting medio november gereed zijn. Tot die tijd moeten wandelaars en fietsers rekening houden met afgesloten gebieden in het Matenpark. Om kinderen van 5 tot en met 11 jaar het museum in te krijgen, moet daar wel een goed plan tegenover staan. Op Paleis het Loo is dat zeker gelukt. In herfstvakantie wordt daar de Rabo Museum Kids Week gehouden. De kinderen krijgen daar een speciale paleisreis met leuke activiteiten. Deze week in de herfstvakantie is er de Museum Kids Week. Maar wat is dat eigenlijk?
Nou, we proberen altijd veel voor kinderen te doen. Maar ja, dit is natuurlijk de uitgelezen kans om het te doen. Wat we doen is dingen aanbieden aan kinderen uiteraard. Dus op het Stallenplein, er is een groot speelpaleis waarbij ze kunnen ravotten. En gelukkig is het mooi weer. Binnen hebben we een audiotour, kinderaudiotour, waarbij Willem Nul, het spookje, de kinderen meeneemt het paleis in. En bijzondere verhalen vertelt op het niveau van kinderen. We hebben kleurplaten in het onderhuis. Maar ik geloof dat wel het aardigste is wat we hier hebben gedaan. Een soort paleisreis door het Museum van de Kanselarij. De Nederlandse orde, moeilijk woord, is ook moeilijk. Het gaat om deftige mannen met grote onderscheidingen. Wat is dat nu? Maar als je goed beschouwt, heeft ieder kind daar wel mee te maken. Een zwemdiploma, ben je trots op. Je hebt iets gedaan en het diploma is een bewijs daarvan. Of je doet met school mee met de wandeltocht. Ja, je hebt toch een insigne of een ding. Nou, daar begint het al mee. En het begint natuurlijk vooral bij de ridders. Die laten zien, we horen bij elkaar als groepje. En dat laten we zien door een teken. En dat mag je dan dragen. En dat doet de koning nog steeds. Die deelt nog steeds ordetekens uit. En misschien zijn er kinderen waarvan de vader, moeder, opa, oma wel eens een onderscheiding heeft gehad. Nou, dat heeft te maken met die beloning. En dat proberen we hier op een vrij speelse manier uit te drukken. Een koning wil laten zien bijvoorbeeld van jij hoort bij mij. En daarom bijvoorbeeld één onderscheiding waar Napoleon bijvoorbeeld op komt. Omdat Napoleon zegt ik word keizer, maar ik wil laten zien wie bij mij hoort. Want dat geeft mij een gevoel van macht en heb ik trouwe onderdanen. Het is een leuk verhaal en ik denk dat het des te leuker wordt als het verteld wordt op een soort van kinderniveau. En we weten ook allemaal dat als het voor een kind goed verteld wordt, dat ouderen dan ook heel fijn vinden. Kinderen mochten na de rondgang zelf hun eigen lintje maken. Dat werd in een aparte ruimte van het paleis gedaan, dat onlangs speciaal voor kinderen koninklijk was ingericht. Maar er kon ook buiten gespeeld worden. Op een speciale speelplek tegenover de stallen staat een waar klimpaleis. En daar werd koninklijk gebruik van gemaakt. Waarom wordt dit georganiseerd? Nou, het is natuurlijk de Rabo Museum Kids Week, waarbij er aandacht komt, gelukkig gesubsidieerd, voor museale presentaties, juist voor kinderen. Want dat is zo belangrijk. Als we de kinderen nu weten te interesseren, dan weten we zeker dat ze later ook eens een keer terugkomen als ze zelf weer kinderen hebben. En jullie hebben het al een paar dagen gedaan. Hoe is het tot nu toe verlopen? Het is waanzinnig goed verlopen. Wat ik nu net vertelde over die paleisreis door het Museum van de Kanselarij. Dat loopt zo goed dat er zijn nog maar weinig plaatsen. Woensdagavond werd in het zalencomplex De Nieuwe Zweep in Klarenbeek een informatieavond gehouden omtrent de onzekerheid van het bestaan van dit horecabedrijf. Na klachten over parkeer- en geluidoverlast had de Raad van State een jaar geleden de gemeente en de horeca-eigenaren laten weten dit spoedig aan te passen en aan de milieueisen te voldoen. De gemeente en eigenaren zijn al enige tijd bezig om dit alles tot een goed einde te brengen. Toch vinden de eigenaren van De Nieuwe Zweep dat de gemeente hun tegenwerkt. Wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, de gemeente is voornemens om De Nieuwe Zweep te sluiten. In verband met geluidsoverlast eigenlijk en het parkeerprobleem. Dat betekent dus op een gegeven moment sluiting. Maar is dat puur zeg maar, geënt op een uitspraak van de gemeente? Ja, in principe wel. We hebben samen met de gemeente een heel plan ingediend. Want er was een klager en die had wel wat standpunten. Maar dat hebben we allemaal in een plan zeg maar, onderuit weten te halen. Alleen de gemeente heeft uiteindelijk beslist om dit plan niet ter inzage te leggen. Om dat niet mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. Er komt natuurlijk, daar is een uitspraak van de Raad van State vorig jaar april geweest. Die aangaf, ja, er is sprake van geluidsoverlast en te weinig parkeerproblemen. Dat heeft ertoe geleid dus dat de gemeente Apeldoorn eigenlijk nu met het punt zit van, ja, wat moeten we ermee? Nee, dat was een plan van de gemeente zelf. Het was een plan dat bestond uit wat maatwerkvoorschriften. Die hebben wij destijds gedaan, hier de aanpassing in het dak, in de deuren, van alles en nog wat. Alleen daar heeft de Hoge Raad op een gegeven moment van gezegd, nee gemeente Apeldoorn, dit is niet voldoende. Voor deze mensen is er geen goed wonen- en leefklimaat zometeen. Ook met deze maatregelen niet. Ga opnieuw aan het werk en zorg dat je met een goed plan komt. Nou, wij hebben eigenlijk getracht om samen met de gemeente Apeldoorn, samen toch een deugdelijk plan te schrijven. Dat kan de gemeente denk ik niet alleen. Daar moeten wij aan meewerken. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben met een projectontwikkelaar, met een jurist en met een geluidsbureau, een nieuw geluidsbureau, het vierde geluidsbureau wat we in dit hele traject hebben gebruikt, een compleet plan geschreven. Het plan heeft ongeveer al 30.000 euro gekost. Alleen om het plan helemaal in elkaar te zetten en net wat hij straks aangaf, draagkracht geven straks om dat bij de Raad van State te kunnen verdedigen als gemeente. En zij hebben op laatst hebben ze de broek opgetrokken. Dus dat betekent dus op een gegeven moment dat je de gemeente dan waarschijnlijk weer opnieuw de zaak gaat bekijken?
Nou, dat hopen wij. Dat hopen wij echt. Want dit kwam voor ons totaal onverwacht. Wij zijn toen naar het gemeentehuis gereden met het idee van, nou, we krijgen nou eindelijk de stempel en we kunnen nu eindelijk verder gaan met ondernemen. Eindelijk na een aantal jaren. En toen kwamen ze opeens met dit nieuws. En ik denk niet dat ze hadden verwacht dat het zoveel impact zou hebben. Wat zijn nou de gevolgen als inderdaad het zaalcomplex moet sluiten? Ja, de gevolgen zijn niet te overzien. Dat zie je nu zelf al in de media. Facebook, noem het maar op. Het ontploft. Klarenbeek ontploft. Klarenbeek komt in opstand tegen de gemeente Apeldoorn. En ja, ik denk dat de gemeente Apeldoorn zich erg aan moet trekken. De inwoners van Klarenbeek zijn nu bang dat hun dorpscafé en zalencomplex uit hun dorp verdwijnt. Waarom bent u hier vanavond? Waarom ben ik hier? Zoals heel Klarenbeek om te ondersteunen dat de nieuwe zweep moet blijven bestaan. Het is natuurlijk wel geworden dat het dicht moet hier. En dat is op een gegeven moment voor u ontoelaatbaar? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Er wordt zoveel georganiseerd en er zijn hier zoveel activiteiten. Het is gewoon jammer voor heel Klarenbeek en bijna de hele gemeente Voorst en Apeldoorn dat het gesloten moet worden. In belang van het dorp is het gewoon belangrijk dat er een café blijft in het dorp. En ook de zalen natuurlijk, hè? Ook de zaal, ja. Want als u bent echt Klarenbeker? Ja, ik ben echt Klarenbeker, ja. En u vindt dat die zalencomplex die moet zonder meer blijven? Zonder meer blijven, ja. Zeker weten. Het is, het is iets waar de jongeren samenkomen, zeg maar. Als dat weg is, dan... waar moeten de jongeren eigenlijk heen? Er is al vrij weinig in Klarenbeek. Er zijn wel veel winkels en zo, maar niet echt iets om bij te komen om met alle jongens samen te zijn en vrienden en carnavalsverenigingen. Welke activiteiten worden dan voor de jongeren gehouden hier? Carnaval ten eerste. Carnaval is echt heel, heel groot iets, zeg maar, hier. Er wordt altijd optocht gehouden en groot feest. En de prinsverkiezing, dat wordt de 28e gehouden. En zo worden door de jaren heen, zeg maar, en maanden, zeg maar, worden altijd wel feesten georganiseerd. Waarom bent u hier vanavond? Omdat we hier één keer in de week hier dansen. En dat is voor ons een hele plezierige avond. En dan is er wel 100 man. En dat betekent op een gegeven moment, als die zaalcomplex dicht gaat, dat niet meer kan? Nee. En er zien hier zoveel gelegenheid meer voor je dansen kent. Dus we zien hier wel heel blij mee. En ik denk dan ook wel dat we overlast, dat denk ik, dat geloof ik niet. We zien allemaal, het is allemaal boven de 55, zeg maar boven de 60. En dan denk je ouder geworden. Ja, en maar dan is het wel plezier. En dan heb je hebt gewoon zo'n groepje met vreemde mensen. En die komen allemaal op woensdagavond hier, of zondagavond hierheen. Dus je kijkt er allemaal naar uit. Het is allemaal tot volgende week. En dan is dat weer afgelopen. Waarom vindt u dat hier de zaalcomplex moet blijven staan? Nou ja, zoals je zaterdag kon lezen in de krant, in de Stentor. Onderaan staat een pagina, daar staat van Café Wijn, laat maar zeggen, de nieuwe zweep. Dat die moet blijven, maar dat het personeel nog niet zeker is van de zaak als ze de volgende maand nog werk hebben. En dan lees je daarboven, daar staat een stukje van Stukker, van de desbetreffende ambtenaar, die dus de stekker eruit wil trekken. Dat ze in Apeldoorn lopen te leuren met zakken met geld. Om de mensen aan te zetten dat ze dus evenementen gaan organiseren. Daar is wel geld voor. En daar klagen de mensen toch ook wel over overlast. Want dan heb je de botenfestival en zo daar langs Knauw. Nou, hoeveel mensen hebben er al niet over geklaagd, laat me zeggen. Over zo ontzettend veel herrie en rottigheid, laat me zeggen. Dat ze niet kunnen parkeren en zo. En dat wordt wel toegelaten. En hier op zo'n dorp als Klarenbeek. Waar verder uiteindelijk al weinig te doen is. Nou, daar gaan ze dan ook nog even de stekker eruit trekken. Dat is ergens een klein beetje absurd. Bij de informatiebijeenkomst die massaal werd bezocht, waren ook raadsleden van de gemeente Voorst en Apeldoorn aanwezig. Wat vindt u ervan dat het zaalcomplex hier in de Nieuwe Zip dreigt te worden gesloten? Daar kan ik me natuurlijk niet in vinden. En ik wil ook graag als lokaal Apeldoorn tegen de beeldvorming ingaan. Alsof wij daar vrede mee hebben dat deze feestzaal voor Klarenbeek stilletjes om zeep zou worden geholpen. Wat moet er nu gebeuren volgens u dan? Je kunt er rechtens niet omheen een uitspraak van de Raad van State. En er moet voor een bepaalde termijn moet er gerepareerd worden op gebied van parkeerruimte en geluid. En als volksvertegenwoordiger ben ik niet bij machten om dat even aan de kant te gooien. Wat moet nou dan de organisatie van Nieuwe Zweep nu gaan doen aan de komende tijd? Om te beginnen, aanstaande maandag zijn ze weer opnieuw met elkaar in overleg. En wij willen graag dat deze feestzaal voor de gemeenschap overeind wordt gehouden.
ook al zullen we het voor de poorten van de hel weg moeten slepen. Er is zelfs een actie gestart tegen de sluiting van de nieuwe zweep in Klarenbeek. Waarom moet de nieuwe zweep blijven? De nieuwe zweep fungeert in Klarenbeek als een soort van dorpshuis. Het is het enige café in Klarenbeek. Bovendien is de zaal als deze waar we nu staan is echt uniek in zijn grootte voor de hele regio. Hier worden veel feesten georganiseerd. Carnaval Klarenbeek wordt hier gevierd. De optocht komt hier uit. Hier is de prinsverkiezing in deze zaal. Dat kan gewoon niet stoppen. Dus veel activiteiten. Heb je al veel reacties gehad? We hebben heel veel reacties gehad. Echt meer eigenlijk dan we hadden durven dromen toen we hier vrijdag en zaterdag aan begonnen zijn. En welke reacties waren dat? Er zijn al meer dan 4000 mensen die de petitie hebben getekend via internet. Daarnaast verwachten we nog veel papieren petities. We hebben 50.000 papieren petities verspreid door heel gemeente Voorst en Apeldoorn. Ook 120.000 mensen hebben onze Facebookpagina inmiddels bezocht. Waarvan ruim 2.500 die hebben hem nou ook geliked. En wat ga je nu doen met die reacties? Die gaan we aanbieden aan de gemeente Apeldoorn. Volgende week donderdag. En wat verwacht je ervan? Nou, we hopen dat de gemeente echt er serieus naar gaat kijken. Want het is echt een serieus probleem voor ons dorp. Onderdeel van de gemeente Apeldoorn. Dus wij vinden dat ze zeker ook daar de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. De betrokken wethouder Nathan Stukken was met verlof en kon niet voor camera reageren. De gemeente laat ons schriftelijk weten. Nathan Stukken, wethouder ruimtelijke ordening, zit met een dilemma. De feestzaal hoort bij de nieuwe zweep. Dat vertellen ons de mensen uit Klarenbeek, maar dat wisten wij zelf ook erg goed. En ik wil die feestzaal behouden, maar dan moet er wel worden voldaan aan de milieueisen waar het gaat om geluidsnormen en parkeren. Dat kan ik echt niet veranderen. We willen de komende tijd graag met de ondernemer en de eigenaar om tafel om te kijken waar we elkaar kunnen helpen. Maar omdat de Raad van State na bezwaren op het bestemmingsplan heeft aangegeven dat de regels beter gevolgd moeten worden voor wat betreft de milieueisen, moet dat allemaal kloppen. Er was een deadline gegeven voor het oplossen van de problemen en die is niet gehaald. Daarom heeft het college aangegeven dat zij het op deze manier niet geregeld krijgen. Donderdagavond 29 oktober wordt de hele zaak in de raadsvergadering nog eens besproken. Dan wordt ook de petitie van de bewoners overhandigd. Donderdagochtend werd in Hoog-Buurlo bij de Schaapskooi het eerste wandelpad voor blinden in gebruik genomen. Door het slechte weer werd dit officiële moment tussen de schapen gedaan. Een wandelroute speciaal voor blinden en slechtzienden. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch dat het bestaat en ik ben ongelooflijk blij dat dat hier op de Veluwe is. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Mensen die blind of slechtziend zijn, en ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt, iemand in mijn omgeving die blind geworden is, kan je opeens heel veel minder. En dan is het des te belangrijker dat er dingen zijn die je wel kan. En het beleven van de natuur, want daar komt het dan op neer, want zien natuurlijk niet. Maar het beleven van de natuur, dat is wat hier door Staatsbosbeheer en Dedicon mogelijk gemaakt wordt. Het eerste Nederlandse wandelpad voor blinden en slechtzienden is tot stand gekomen door Staatsbosbeheer en Dedicon. Dedicon is een organisatie die voor blinden en slechtzienden het leefklimaat vergroot, zoals het maken van braille en audioboeken. Een wandelpad laat de blinden de natuur beleven. Hoe moet ik dat zien? Nou, dit wandelpad dat hebben wij toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. Doordat wij een audioversie van het wandelpad gemaakt hebben. Dat betekent dat feitelijk overal waar wat te melden valt over hoe de natuur eruit ziet, wat mensen kunnen zien, wat ze tegenkomen in de natuur, dat hebben wij hebben voorgelezen. En mensen krijgen een apart spelertje mee waarop ze die voorgelezen tekst kunnen beluisteren. Dus wanneer ze door de natuur lopen, kunnen ze meteen beluisteren wat daar te zien is. Het gaat in middel van een zogenaamde Twin Vision kaart. Ja, de Twin Vision kaart, dat is dan niet datgene wat ze beluisteren. Maar de Twin Vision kaart is ook een kaart die ze ook nog kunnen bestuderen. Waarop ze feitelijk kunnen voelen, in een soort reliefvorm, wat het wandelpad is en hoe dat eruit ziet en hoe dat loopt. Waarom is eigenlijk deze wandelroute ontworpen? Deze wandelroute die bestond natuurlijk al gewoon voor mensen die wel kunnen zien. En die konden daar goed gebruik van maken. Maar nu kunnen ook blinden en slechtzienden er gebruik van maken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ook blinden en slechtzienden gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Van alle informatie die er zijn voor iedereen. Hoe lang is die route ongeveer? De route is ongeveer 1100 meter.
1100 meter en goed begaanbaar, want we hebben natuurlijk met een specifieke doelgroep te maken waarmee je ook rekening moet houden. En wat was nu uw taak, zeg maar, met betrekking tot het ontwerpen van de route? Nou, het ontwerpen van de route is in nauw samenspraak met onze boswachter gebeurd, die echt gekeken heeft samen met de projectleider van Dedicon van hoe kunnen wij mensen met een visuele beperking zo goed mogelijk die natuur laten beleven. Want op het moment dat je niet ziet, is er toch nog heel veel te voelen, te ruiken en te ervaren. En daar is heel specifiek rekening mee gehouden in de ontwerp van het pad. Nu gekozen voor deze route, had dat nog een speciale reden? Ja, dit is een van de mooiste plekjes die je op de Veluwe kunt bedenken. En als goedziende vinden wij het een genot om hier te mogen zijn. Dus wij vinden het ook een voorrecht als we dit voor andere doelgroepen toegankelijk zouden kunnen maken. Dus dat is een van de redenen dat we op deze oeroude grond, 1200, het blindenpad ook hebben aangelegd. Maar aan de andere kant zit er een heel mooi verhaal aan. En dat is dat er excursies werden georganiseerd richting Hoogbuurlo. En daar zat ook een van de medewerkers van Dedicon bij. En die had hier voor de eerste keer de ervaring van het aanraken en het voelen van een schaap. Nou, en dat is eigenlijk de aftrap en de aanleiding geweest om ook hier het blindenpad neer te leggen. Een klein aantal mensen met een visuele beperking en wethouder Mark Zandman met een geblindeerde bril namen de proef op de som en waren na afloop erg enthousiast. Donderdagavond was een grote uitslaande brand bij het bedrijf Hout en Zoon aan de Laan van Malkenschoot in Apeldoorn. Een grote loods waar hout was opgeslagen brandde volledig uit. De brand werd door een buurvrouw rond 22:30 s'avonds ontdekt en had groot alarm geslagen. De brandweer rukte met groot materieel uit, waaronder een hoogwerker. De brandweer kon alleen de uitslaande brand gecontroleerd laten uitbranden. Van de loods bleef niets meer over dan een hoop puin. De politie heeft het sterke vermoeden dat de brand is aangestoken en vraagt getuigen zich te melden op telefoonnummer 0900 8844. Het naastgelegen kinderparadijs Malkenschoten heeft geen schade door de brand opgelopen. Hoe groot de schade is, is niet bekendgemaakt. Sociëteitenhereniging gaf Deventenaar Arthur Brand een lezing over zijn werk als kunstroofexpert. Jarenlang haalt Brand al de nationale en internationale pers met spraakmakende vondsten. De illegale kunsthandel is, op drugs- en wapenhandel na, de grootste illegale handel. En in deze schimmige wereld gaan tientallen miljarden euro's om. Wat wij eigenlijk doen, wat ik doe, is ik begeef me op het vlak waar kunst en criminaliteit samenkomen. De kunstwereld is heel groot, maar er is ook een hele grote criminele wereld achter de kunstwereld. En daar bemoeien wij ons mee. Een voorbeeld, 30% van alle kunst die verkocht wordt op veiling of waar dan ook, is vals. En mensen die daarin gaan investeren of zulke dingen kopen, ja, die willen vaak een second opinion. Dus die bellen ons en die zeggen van, meneer Brand, kijkt u er eens even naar, klopt het? Is de prijs goed? Is het niet vals? Is het niet geroofd, gestolen? Enfin, dat is dus wat we doen. En af en toe doen we echt hele grote zaken die dan inderdaad in het nieuws komen. Tijdens zijn 2 uur durende lezing vertelt Brand over enkele opzienbarende vervalsingen of verdwijningen van kunstschatten. Zijn interesse voor het vak werd gevoed door een andere bekende Deventenaar, namelijk meestervervalser Han van Meegeren. Han van Meegeren is in de vervalserswereld is het een legendarisch figuur, omdat hij natuurlijk de tweede man van het Duitse Rijk, Hermann Göring, een loer heeft gedraaid door hem een vervalsing te verkopen. En ja, als je een Duitse, een nazi-hoofdman, als je die een vervalsing in de maag splitst, ja, dan zijn er mensen die daar toch wel respect voor hebben, want er stond toch wel de doodstraf op. Mijn opa heeft nog bij Han van Meegeren op school gezeten, dus ja, dat was wel het eerste verhaal wat ik te horen kreeg over kunstroof en kunstvervalsing. Dus ja, dat heeft me zeker beïnvloed. Met een enorme bevlogenheid vertelt Brand de geïnteresseerden over hoe hij in de wereld van de illegale kunst is gerold. Een wereld die alleen in de praktijk te ontdekken valt. Brand kwam in deze wereld terecht door brutaal een mail te sturen aan de Nederlander Michel van Rijn, die destijds werd beschouwd als een van de grootste kunstsmokkelaars ter wereld. Nee, ik ben begonnen al zelf te verzamelen en toen kwam ik er dus achter dat er zoveel vals was. En toen ben ik eens gaan kijken wie zijn nou die kunstcriminelen?
Wat zijn dat voor mensen? En dan kom je erachter dat ze internationaal opereren. Het zijn 20 mensen en er zat een Nederlander tussen, Michel van Rijn. En ik denk, laat ik die nou eens een e-mail schrijven. En die nodigde me uit en voor je het weet zat je ertussen. En ja, ik ben daar eigenlijk nooit meer weggegaan. Die groep is zo klein en ik was fris, vers erin. Dus in het begin vertelden ze me niets. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat ze elkaar als concurrenten zien. Dus konden ze mij altijd wel eens gebruiken om de ene tegen de andere uit te spelen. Maar dat had ik dus in het begin niet door. Maar op een gegeven moment wist ik hoe het spelletje werkte. En ja, toen nam ik ze af en toe te gazen, de heren. Als kunst geroofd werd door het leger des heils, dan had ik daar wel onderzoek gedaan. Maar het leger des heils doet geen kunstroof. Dus ja, je moet je toch begeven tussen dit soort mensen. En dan hoor je wel eens wat, soms per ongeluk. Soms vertellen ze je wat, wat gaat over een collega, een concurrent van hen. En zo ga je een beetje ja, het verdelen en heersen, zeg maar. Dus een beetje tegen elkaar uitspelen. Gedurende de lezing haalt Brandt enkele voorbeelden aan van vervalsingen. En vertelt hij over zijn grootste vondst, namelijk het terugvinden van de Thorak-paarden. Ja, dit verhaal gaat dus over de beelden die ooit rondom de Rijkskanselarij hebben gestaan in Berlijn, de belangrijkste plek van de nazi's. Onder het hoofdkantoor van Adolf Hitler, onder zijn werkkamer. En men heeft altijd gedacht dat die belangrijke beelden verdwenen waren, vernietigd waren. En ik heb ze dus weer naar boven water weten te krijgen. Dat begon allemaal met het ontvangen van een kleurenfoto van twee van die paarden. En toen ben ik verder gaan onderzoeken en met oude beelden uit Nazi-Duitsland heb ik de puzzelstukjes bij elkaar kunnen leggen. En toen samen met de Duitse politie is er toen een inval geweest op tientallen plaatsen in Duitsland. En hebben ze al die beelden waarvan men 70 jaar dacht dat ze er niet meer bestonden, hebben ze allemaal teruggevonden. Brandt vindt dat alles geoorloofd is om kunstschatten terug te vinden. In deze gevaarlijke illegale kunstwereld is Brandt inmiddels een autoriteit. En weet hij zich, ondanks de vele verleidingen, knap staande te houden. Het is vaak een zwarte of een grijze lijn waar je op beweegt. Het is, aan de ene kant heb je de politie en de kunstwereld, de reguliere kunstwereld. Aan de andere kant heb je de criminele en de illegale kunstwereld. En daartussen moet je schipperen, ja. En dat is niet makkelijk meestal. Er zijn weinig mensen die dat durven of kunnen. Het is ontzettend zwaar. Er staat zo enorm veel op het spel. En je weet nooit ook wat de dubbele agenda is van de tegenpartij. Je weet nooit wat denkt de politie nou. Wat denken die criminelen nou? Ik zit er wel tussenin. Ik praat met allebei de kanten, maar zeggen zij wel de waarheid tegen mij? Dus het is altijd spitsroede lopen. Als je geneigd bent om snel geld te willen verdienen, ja, dan had ik de kans echt gehad. Maar ik heb altijd, het zit niet in mijn karakter. En daarbij komt, even afgezien daarvan, je kunt in deze wereld geen fouten maken. De politie die verwacht van je dat je eerlijk bent. Die werkt met je samen. Je kunt aan die kant geen fouten maken. Aan de andere kant moet je af en toe met criminelen onderhandelen. En die mag je ook niet voorliegen. Daar moet je ook open en eerlijk tegen zijn. Ze niet geen leugentjes vertellen, want ja, dan krijg je met hen problemen. Dus je moet aan allebei de kanten. Het enige wat je kan doen is gewoon eerlijk zijn en proberen te doen wat gedaan moet worden. Dus gestolen kunst terugvinden. Fans van de filmtrilogie Back to the Future was het gisteren ongetwijfeld een mooie dag. Het was namelijk 21 oktober 2015, de officiële Back to the Future Day. In de film die 25 jaar geleden uitkwam, reisden de hoofdpersonen in de tijdreizende auto naar deze datum. Fans van de film konden de trilogie gisteravond in het Burgerweeshuis op een groot scherm bekijken. Nou, het idee komt eigenlijk van mijn broer en ik jaren geleden. Toen zeiden we die datum in de film en we zeiden op die dag gaan we alle drie de films kijken. En ik heb het een keertje met Dick besproken. En Dick heeft het groter gemaakt, samen met het Burgerweeshuis. Ik ben met een aantal evenementen betrokken bij Burgerweeshuis. En toen ik hem zo hoorde praten, had ik zoiets van ja, dat moeten we gewoon voor het publiek breed trekken. Dat het niet alleen een besloten iets is, maar gewoon iedereen welkom heten om de films te komen kijken en Back to the Future Day te komen vieren. Ja. En zodoende bij het Burgerweeshuis hebben van oudsher ook veel films getoond. Dus ik dacht, dan brengen we het oude, het verleden weer een beetje terug naar de toekomst, zeg maar. Ja. Nou, groot succes, heel veel mensen. Mooi.
favoriete scène is bij mij wel deel 2, als die echt in de toekomst aankomt. En dat je eigenlijk in 10, 15 minuten de tijd alle toekomstbeelden ziet waarvan er al heel veel realiteit geworden zijn. Ja, dat vind ik gewoon mooi, dat prikkelt gewoon mijn geest, zeg maar. Dus. In deel 1, op het moment dat de time machine uit de vrachtwagen komt, dat is mooi. In de film heeft iedereen in 2015 hoverboards om vooruit te komen. Dragen we videobrillen en draait de film Jaws 19 in de bioscoop. Welke uitvindingen uit Back to the Future zijn nou echt uitgekomen? De mensen hebben een smartwatch. Een hond wordt uitgelaten door een drone. Nou, drones zijn er wel, maar de honden worden er nog niet door uitgelaten. Weersvoorspellingen die heel nauwkeurig zijn. Maar een vliegende auto is er niet. Een hoverboard is er niet. Dus dat, sommige dingen hebben ze raak. En sommige niet. Bijvoorbeeld de faxmachine werd een ontzettend grote rol toebedacht in deze toekomst. Nou, wie heeft nog een faxmachine? Het is al voorbij. Heel mooi. Ik heb de films heel vaak gezien. En vooral het deel wat nu straks komt, wat we nu straks gaan kijken, is deel 2. Dat is echt, dan gaat het echt over de toekomst. En vanaf morgen is die toekomst die ons dan voorgesteld is, niet meer de toekomst, maar dan is het verleden, want dan was het gisteren. En dat is zo mooi. Een mooi moment. Ja, en dan moeten we weer een nieuwe toekomst gaan bedenken, over 25 jaar. De toekomst uit Back to the Future zit erop. Maar wie weet kunnen we in de toekomst terug naar deze dag. Deze week is de Beter Leven Week. In deze week wil de dierenbescherming het keurmerk Beter Leven in de schijnwerpers zetten. Dit kenmerk laat aan de hand van een sterrensysteem zien hoe goed de leefkwaliteit van een dier was. De biologische slagerij De Groene Weg aan de Smedestraat is een grote voorstander van het gebruik van het Beter Leven keurmerk. We zijn geheel biologisch, dus niet alleen onze kruiden zijn biologisch, ons vlees, marinades, maaltijden, eigenlijk alles. Ilona vindt het positief dat het gebruik van de Beter Leven producten toeneemt, maar er kan nog meer bereikt worden op dit gebied. Ik vind wel dat er iets meer aandacht aan mag komen, ja. Mensen moeten wat bewuster worden van dingen. Dat de boer gewoon een eerlijke prijs krijgt, de mensen een eerlijke prijs geven. Ik vind gewoon dat de dieren gewoon een eerlijk leven moeten hebben gehad. Want ze kunnen eigenlijk niks vertellen. Dus ik vind dat wij daar zorg voor moeten dragen, dat die dieren gewoon een beter leven hebben. Ilona is zelf ook acties gestart, waarmee ze bewustzijn wil creëren voor beter leven producten. We gaan binnenkort, dan gaan we echt met een tourkaart en dan gaan we echt met mensen, gaan we echt naar een biologische boer. Dan gaan we in Ruurlo daar naartoe. En die boer die gaat dan dus vertellen over zijn bedrijf, hoe hij zijn dieren houdt, welke voeding ze krijgen, hoe ze leven. Allemaal van dat soort dingetjes. Ze kunnen zich opgeven via internet, via de website. En anders gewoon even binnenkomen in de winkel en dan schrijven we hun mailadres op. En van daaruit bellen we hun op. Gewoon bewust te worden van wat je doet. Voor meer informatie over Beter Leven producten, ga naar beterleven.dierenbescherming.nl. Bounce Deventer heeft afgelopen weekend haar deuren geopend. In deze vernieuwde sportzaal staan 32 trampolines met een totale oppervlakte van 400 vierkante meter. Met in het midden een tumblingbaan. We hebben een heleboel mensen gehad uit Deventer die ons al kenden via Facebook. En inderdaad hele positieve reacties. Mensen zoeken toch in de winter een activiteit die je binnen kan doen. En de kinderen kunnen hier lekker een uurtje volop springen. En lekker moe worden. Dus daar zijn deze locaties inderdaad erg goed geschikt voor. De telefoon staat al rood gloeiend, om maar zo te zeggen. Voor reserveringen voor de dag zelf of de dagen daarna. En er is nog wel genoeg plaats voor meer kinderen. Naast vrij trampolinespringen biedt Bounce ook de mogelijkheid voor kinderen om er hun feestje te vieren. En zijn er verschillende cursussen te volgen. Waaronder een bootcamp en Body Bounce. Body Bounce is een soort van fitness op de trampolines, waarbij we gebruik maken van alle mogelijkheden van gewichtloosheid en de trampolines op zich. We hebben zelfs dodgeball, dat is een soort een vorm van trefbal, waarbij je pas in de lucht mag gooien. We hebben een team van 9 mensen opgesteld en dan gaan we inderdaad in november beginnen met de voorrondes hier en hopen dat we winnen. Dit zijn uren van vrijspringen. Kinderen gaan hun gang. Hebben ze vragen of willen ze een truc leren, dan komen ze bij mij of bij een andere bounce master. En dan gaan we daar gewoon mee aan de bak. Ja, master of bounce is dat je gewoon de verantwoordelijkheid hebt over die kinderen. Je moet zorgen dat ze veilig kunnen springen.
en leuk kunnen springen. Dus ze moeten elkaar niet in de weg lopen. Ze moeten hun gang kunnen gaan. En daarnaast, ja, het master staat in mijn ogen een beetje voor de trucs die ze gaan leren. Dus nou, net een paar keer bezig geweest met een paar meiden salto leren. En dat is net even over dat punt heen zetten van ze kunnen het wel, ze durven het niet. Nou, daar ben je dan voor, je houdt ze tegen. En je zorgt dat ze het uiteindelijk wel gaan kunnen, ook alleen. Voorwaarts salto's, achterwaarts salto's, wendsprong, handstand, handstand overslag. Voor de kleinere kinderen ook tegen de schuine wand oplopen. Zo hoog mogelijk en dan terugglijden. Of handstand tegen de mat, ook weer terugglijden. Als je geen begeleiding hebt, moet je dingen doen die je kunt. Alleen met begeleiding ga je dingen doen die je wil leren en die moeilijker zijn, zeg maar. Dat is mijn tip, daarmee hou je het veilig en zolang er geen blessures zijn, blijft het leuk. Het is herfstvakantie en dan wordt traditioneel het internationale film, televisie en nieuwe mediafestival voor de jeugd gehouden, namelijk CineKid. In Deventer vindt CineKid plaats in het filmhuis De Keizer. En wat voor films zijn we te zien met CineKid? Er zijn een aantal films die we heel vaak draaien. Minnie en de Muggen, een tekenfilm voor kinderen vanaf een jaar of 4. Dan draaien we Phantom Boy, dat is voor kinderen vanaf een jaar of 8. En verder draaien we een aantal films, dat varieert een beetje. Mullenwap is voor 4+. De Keeper van Liverpool, een film over voetbal, is voor 10+. Zo met eigenlijk een heleboel, toch vooral Europese films. We hebben films voor kinderen vanaf een jaar of 3, 4. Echt wat kortere, rustige animatiefilms. En dat gaat door tot films voor kinderen van een jaar of 11, 12. Elke dag is er voor de jeugd de mogelijkheid om tussen 12 en 4 doorlopend mee te doen met de workshop Zelf Filmpjes Maken. En daarnaast kunnen de kinderen voorafgaand aan en in de pauze van de CineKid films zelfstandig aan het werk met het maken van stop motion. Met digitale hulp van Leo de Leeuw. Het is de 30e editie van het Landelijke CineKid Festival. Wij doen nu denk ik een dikke 20 jaar mee. We pakken eigenlijk elk jaar uit. Weet je, we laten de foyer is heel mooi versierd met tekeningen van kinderen van een kunstklas van de Leeuwkuil. We hebben workshops, we hebben films, we verloten boeken. Er is snoep, er is kauwgom, er is weet ik veel, speelgoed. Ik kan het echt zo gek niet bedenken. We pakken gewoon groot uit. Ja. Het CineKid Festival duurt nog tot en met vrijdag 23 oktober. Kijk voor meer informatie op filmhuisdekeizer.nl. Afgelopen zaterdag zijn in Deventer de slachtoffers van de bomaanslagen van vorige week zaterdag in het Turkse Ankara herdacht. Ruim 300 mensen liepen mee met een gedenk- en protestmars door het centrum van de stad. Het initiatief voor de herdenkingsdemonstratie komt van de Turks culturele vereniging Hacı Bektaş Veli Deventer. De vereniging wilde met de mars protesteren tegen het geweld in Turkije en steun betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden. De mars begon bij het verenigingsgebouw van Hacı Bektaş Veli en eindigde op het Broederenplein in het centrum. Daar werden toespraken gehouden en kaarsen aangestoken. Go Ahead Eagles organiseerde op zaterdag 17 oktober samen met supportersvereniging een open huis. Het open huis duurde van 12 tot 5 uur. De fans kregen onder meer de mogelijkheid om het vernieuwde stadion van binnen te bewonderen. Van de kleedkamer tot de nieuwe business lounge en van de mixzone tot het spelershome. Alles was open voor publiek. Ook waren de spelers en de staf van Go Ahead Eagles aanwezig voor handtekeningen en foto's. Ongekend, de hoeveelheid mensen. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Open dag konden we niet houden in de zomerperiode vanwege de verbouwing, de vernieuwbouw. Maar geweldig om zo ontzettend veel mensen hier vandaag te kunnen ontvangen. Op 7 februari begint carnaval. En Deventer wordt dan weer omgedoopt tot Stokvissergat. Hoewel het carnaval in Deventer minder groots gevierd wordt dan in het zuiden van het land, is er in Stokvissergat veel te beleven. De stadshoogheid van het komende carnavalsfeest is Ronald Groenheide, beter bekend als stadsprins Hanze de 19e.
Ja, we hebben nog alleen de Galaponk hebben we meegemaakt en dat was een geweldige avond. De komende weken gaan we naar de prinsenverkiezingen toe, dus dat is even afwachten. Maar ik neem aan dat het fantastisch zal worden die avonden. De kersverse stadsprins, die regeert onder auspiciën van de federatie Dave de Carnaval, hoopt dit carnavalseizoen een lans te breken voor het carnaval om dit weer meer op de kaart te zetten bij het Dave de publiek. Stadsprins Hanze de 19e heeft het voornemen om binnen de Dave de carnavalswereld een nieuwe trend neer te zetten. Dit onder het motto, dit jaar geeft alles anders. Twee adjudanten, is nog nooit in Deventer geweest, bij de stadsprins niet. Twee hofdames erbij. Met een groep van vijf heb je altijd plezier natuurlijk. Onze kledingstijl is geheel anders dan wat eigenlijk de voorgaande jaren zijn geweest. Deze pakken zijn speciaal gemaakt in Brabant. Deze kledingstijl wordt heel veel gebruikt in Eindhoven. Dus dat vonden we eigenlijk een onderdeel aan van dit jaar gaat alles anders. De adjudant van de hoogheid die helpt hem, die begeleidt hem met allerlei taken. Die zorgt ervoor dat je contacten kan leggen in de zaal, dat die eventjes bij de hoogheid kunnen komen. Wanneer de hoogheid naar het toilet gaat bijvoorbeeld, is wel een leuke, dan hou je de staf van hem vast, want die mag hij niet meenemen. Maar die mag hij ook niet afgeven aan derden. Dat is een spel in het carnaval en dat speel je met ere, want als je de staf kwijt bent, dan kost je dat een vat bier. En ja, daar zijn veel carnavalisten nog wel op uit. Ik denk inderdaad dat het een zeer eervolle functie is, want alleen al om aan de zijde te staan van de stadshoogheid, dus dat vind ik al een hele eer. Kom gewoon feesten, ja. Maak er een gezellig feest van en ze zijn overal welkom. Ja. Zien ze wat in de krant staan, kom er gewoon heen, kom kijken bij een terwijlmiddag, kom bij de bejaardencarnaval met je oma of je opa. Ja. Kindercarnaval met kinderen, ja, kom gewoon, heel gezellig. Voor iedere doelgroep is er wel iets, een sluit je aan en oordeel dan zelf of je het leuk vindt of niet. Voor meer informatie kijk op www.fdcdeventer.nl. De Nederlandse Turken kunnen vanaf vandaag weer opnieuw naar de stembus in Deventer voor de parlementsverkiezingen die op 1 november in Turkije gehouden worden. Geçen Hollanda'da 29-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen seçimler sonrasında parlamentoya 4 parti girmeye hak kazandı. Fakat bunlardan hiçbirisi tek başına hükümeti oluşturacak yeterli sayıya ulaşamadı. Herhangi bir koalisyon kurma çalışmaları da olumlu sonuçlanmayınca bir erken genel seçim yapılma kararı alındı. Bunun siyasi tarihimizde bir ilk olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii onların hepsini saymam mümkün değil ama oy pusulasında 16 tane parti var. Kiesgerechtigden vanuit heel Oost-Nederland kunnen tot 25 oktober naar de Schecht komen om te stemmen. Omdat er een hoge opkomst verwacht wordt, zijn de nodige maatregelen getroffen. Zo rijden er pendelbussen om de mensen vanaf een ingerichte parkeerplaats op het bedrijventerrein A1 heen en weer te rijden. En is er een grote wachtruimte ingericht. Mevzuatımıza göre ancak başkonsolosluklarımızın olduğu yerde seçim merkezleri kurabiliriz. Şu ana kadar her şey planlandı ve öngörüldüğü gibi gidiyor. Bunda daha önceden ilgili Hollanda makamlarıyla yaptığımız işbirliğinin ve eşgüdümün büyük payı var. Voetbal Impuls organiseert deze week het herfstvoetbalkamp voor alle kinderen van 5 tot en met 14 jaar uit Deventer. Het is echt een dagkamp, dus overdag zijn ze hier van 9 tot 4, of eigenlijk half 9 tot half 5 ongeveer. En dan gaan ze gewoon naar huis, worden ze opgehaald. Dus de kampen, maar we zijn net in maart begonnen met de voetbalschool, dus we willen eigenlijk veel groter gaan worden. Daar zijn we nu al mee bezig en we willen ons wel verspreiden over Deventer en de omgeving. Maar goed, hier zijn we begonnen en dus tot nu toe alleen nog Deventer. Op het sportpark van SV Schokhaar wordt 3 dagen lang plezier gemaakt en gevoetbald. We hebben nu een cyclus van 10 weken waar we op 10 weken op vrijdagmiddag extra techniek, loopcoördinatie training geven. En we hebben ook zoals nu een herfstkamp, we hebben het zomerkamp gehad. En we willen in de loop van de tijd meerdere activiteiten ook gaan doen. De kinderen zijn zeker enthousiast. We zien ook dat de kinderen die meegedaan hebben met de eerste cyclus, dus het begin van de voetbalschool, steeds blijven komen en blijven doorgaan in onze kamp, in onze cyclus. De jonge fanatieke voetballers krijgen niet alleen training in techniek, tactiek, behendigheid en loopcoördinatie. Ook is er aandacht voor andere voetbalactiviteiten. Ja, het is heel leuk, want je leert meer dan dat
de rest doet. Niet iedereen doet mee. En je kent vrienden en ik ken hun, Martin en Jip, ook heel goed nu. En ik vind het gewoon heel leuk, het is gezellig en we doen veel leuke dingen, dus het is heel leuk. Ik vind het heel leuk, de spellen die we hier doen, zoals, hoe heet dat, voetslag of zo. Slagvoet. Dus in plaats van slagbal moet je dan schieten. Dat is heel leuk. Nou, ik wil alleen maar zeggen tegen, denk ik, tegen de rest die dit ziet, dat de kinderen er heel veel plezier en vertrouwen uit putten. En dat het echt leuk is om te doen met deze jongens en meisjes te werken. Morgen is het wisselend bewolkt met zo nu en dan de zon. Het blijft droog en het wordt rond de 15 graden. In de avond en nacht koelt het af naar 8 graden en kan er mist ontstaan. Dinsdag wordt het een zonnige dag en wordt het rond 16 graden. En woensdag kunnen de buien vallen en wordt het 14 graden.